Ik ben ondertussen aangekleed, opgemaakt. Ik heb het shirtje van de Breschka aan met de split aan de zijkant. Met een witte broek en de ketting van de H&M. Ik heb het hele huis opgeruimd. Nick is echt net zijn bed uit. Het is 1:15 en hij is echt net zijn bed uit. Ik heb alles opgeruimd. Alles is clean. Ik heb de keuken mega geschropt. De badkamer mega geschropt. Het enige wat nog gedaan moet worden is stofzuigen. Alleen ik wil eigenlijk eerst even dat Nick dit opruimt. Het is allemaal van hem. En ik ga de schoenen even naar de gang brengen, zodat ik ook onder de schoenen dan nog goed kan stofzuigen. Ik baal een beetje van dit, maar ik laat het vandaag even voor wat het is. Dan hoop ik dat het morgen wat meer weg is. Het is wel echt lekker dat alles nu mega clean is als mijn ouders komen met pizzeretten. Dus ik ga even die spullen op de gang zetten en dan ga ik stofzuigen. En dan ga ik de pizzeretten klaarmaken. Dan denk ik dat ik 1:30 pizzeretten kan beginnen. Ja, dan heb ik 3 uur zeg maar alles gesneden, alles gedaan. Dan kunnen we nog eventjes chillen voordat mijn ouders om 6 uur komen. Soppie is aan het rijden in de mega mega auto, in de Kia. Hij rijdt echt wel super fijn. Ik moet het eerlijk zeggen. Nick zei, hij voelt echt niet aan als een grote auto. En het is zo. Terwijl je in zit, alles is overzichtelijk. Ik heb alleen dan, als er iets langs me heen moet, dat ik denk, kom ik daar niet tegenaan? Maar dat is ook niet zo. En ik merk ook echt, kleinere auto's gaan verder voor je opzij. Want ze zien dat je groot bent. En ze denken automatisch, hoe groot opzij. Dus dat is wel echt heel grappig. En hij rijdt heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen. Ik ga er natuurlijk niet zoveel in rijden. Maar ik vind het echt wel, ja, hij is zijn geld denk ik wel waard. Als het dan allemaal een beetje heel blijft. En niet kapot gaat of zo. Dan is hij zijn geld waard. Hé, hey, Poesje. Oh joh. Kijk nou. Oh, dan moeten we wel even schoonmaken. Niet op de bank. Nee, niet op de bank. Nu deze gezellig naar je stadsfiets voor maar €469. Ga snel naar fietsenwinkel.nl. Op de kop? Nee. Een keertje gewoon zo draaien, zeg maar. Oh. Omdat die opening erin zit. En als je het kijkt, dan zeg nou ja, 2031. Tegen die tijd ben ik gepensioneerd, dus dat is niet. Ik heb mijn make-up eraf gehaald, want ik ga slapen. Het is 10:15 en mijn ouders zijn denk ik 3 kwartier weg. Het was super gezellig. En het was weer zo lekker. Ik raak er niet vol van, weet je wel. Mijn moeder ook, na 5 pizza's, echt genoeg gehad. En dan heb ik het idee dat ik echt nog niks op heb. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik ga nu lekker douchen. Even. Het is niet dezelfde geur als gourmetten, weet je wel. Als je gourmet, dan blijft het echt zo hangen. En dan stinken je kleren helemaal. Maar je ruikt het wel. Dus ik ga even lekker mijn haar wassen. En dan ga ik lekker slapen. Nick die ligt er al in. Die was moe. Want hij was vannacht dus om 6 uur 's ochtends thuisgekomen. Niet normaal gewoon. Terwijl hij zei, ja, als jij vroeg thuis komt, dan kan ik ook wel vroeg thuis komen. En toen dacht ik al, reken er maar niet op. Nou, dat was dus ook zo. Nou, helemaal niet erg. Maar dus die is een beetje brak. Dus die ligt er al gewoon in. En ik ga even douchen en dan ga ik naast hem liggen. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is 10:30 en ik ben onderweg naar het werk. Ik heb echt super lekker een beetje uit kunnen slapen. Ik weet niet hoe laat Nick thuis was, maar volgens mij was het heel laat. Ik doe even die tour, want de auto staat er nu. Hop, hop. Ah, it's pretty. Yes, it is. Oh, oh.